mensen, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Dark Souls. We gaan weer verder waar we waren gebleven. We zullen eens even kijken, level up. Hier kon je, zoals de vorige keer ook al had uitgelegd, kun jij dingen levelen. Ik ga vooral mijn eigen bezig gaan met een strength build. Wat daarvoor behoorlijk belangrijk is, is dat jij strength traint. Even kijken. Endurance is heel belangrijk, omdat je dan... Even deze weghalen. Omdat je dan je equipment load en je stamina omhoog haalt. Dat wil zeggen, equipment load, dan kun jij meer gewicht dragen. Want in het spel is het wel zo van, als jij meer gewicht draagt, word je ook daadwerkelijk slomer. En je stamina gaat hoger. Dat houdt in dat je dus langer kunt blijven rennen. Of je schild omhoog houden. Of met je wapen slaan. Dus die is heel belangrijk voor een strength build. Vitality is ook belangrijk. Even kijken, ik zou even deze weggaan. Kun je het hier zien. Nou heb je meer HP. Ja, dus dan kun je meer klap hebben. En je ziet eigenlijk ook wel dat bijna bij elke skill, of volgens mij zelfs bij elke skill die je levelt, gaat je defense ook gewoon omhoog. Zoals je ziet. Bij sommigen wat meer dan bij anderen. Volgens mij is het hier het meest. Ja, volgens mij ook. Ja. Dus in principe hoef je daar niet zoveel op te letten. Want die levelt altijd wel mee. Dus zoals ik al zei, vitality is belangrijk. Endurance is belangrijk. Strength is belangrijk. Dexterity is ook belangrijk. Je zou zeggen, van waarom is dexterity belangrijk? Nou, voor sommige wapens, ook al is het een strength wapen, heb je ook een bepaald level van dexterity nodig. Dus ik doe het meestal, ja, afhankelijk van hoe dat ik mijn build doe, ongeveer rond de 15 à 20. Net of dat ik bepaalde wapens wel of niet wil. Ik denk niet dat ik het deze keer nodig ga hebben. Misschien dat ik een paar levels doe zodat ik een boog kan gebruiken. Maar daar blijft het verder ook bij. Attunement. Dat is meer als jij echt magie wil gaan gebruiken. Dan kun jij magie gebruiken. Want zoals je ziet hier helemaal rechts heb ik 0 attunement slots. Dus ik kan geen magie gebruiken. Helemaal niks. Dus die laat ik gewoon lekker op 8 staan. Omdat ik toch nu van plan ben om magie te gaan gebruiken. Even kijken. Resistance. Nou, dat heb je net gezien. Dat zorgt gewoon voor extra verdediging. Intelligence. Even kijken. Dat zorgt dat jij sorceries kan gebruiken. Dat is één vorm van magie. Fate. Die zorgt dat je miracles kan gebruiken. Dat is een vorm van... Ja, ook een vorm van magie. Ik was trouwens wel vergeten om te zeggen dat bij Dexterity is het wel heel handig om die af en toe toch wel een beetje omhoog te doen. Omdat je daardoor ook bepaalde acties sneller kunt. Maar ik ga nou eventjes 2 levels pompen in... Nee. Eentje in Strength en eentje in Endurance. Zodat ik meer stamina heb, meer equipment load en dat ik dadelijk makkelijker een sterke wapen kan pakken. Zo. Ik ga dit spel doen eigenlijk op een manier zoals jullie het niet zouden moeten doen. Maar je kunt natuurlijk altijd proberen om mijn manier na te doen. Ik vind het zelf wel altijd een stuk makkelijker om het op deze manier te doen. Meestal ren ik dan eerst hier naartoe, want dan kun jij een vrij sterk wapen pakken. Ik moet je wel even zeggen dat het handig is dat je licht bent. Want je gaat eigenlijk door een gebied dat waar je eigenlijk nou nog niet hoort te zijn. Dus, nou, dat gaan we eerst even doen dan. Waar ik nou naartoe ga is eigenlijk een beetje een endgame area. Of ja, als je verder gaat dan waar ik ga. Dus, je moet goed weten wat je hier doet, want anders dan ga je gegarandeerd dood.
Dan loop je gewoon hier naartoe. En je wil dat item dat daar ligt, die wil je hebben. De zwaaihemder. Nou, dan lopen we hier heel snel weg. Want zoals je ziet komen er overal skeletten. Die skeletten blijven gewoon achter je aanrennen nou. Dus zorg dat je zo snel mogelijk naar de bonfire terug gaat. Want dat is eigenlijk een opslagpunt. En zodra jij daar bent geweest, zijn die skeletten weg. Zo. Nou, jullie zien dat ik ook weer een aantal souls heb bijgekregen. Dus er zijn een aantal skeletten van de rand afgevallen. Dat is alleen maar handig, want dan kunnen we dadelijk weer levelen als we dat willen. Nou, voor dit wapen hebben we het gedaan. Even kijken, kan ik hem nou al dragen? Volgens mij nog niet. Nee. Je ziet in het middelste kolom zie jij Rek Param. Daar zie jij welke levels je nodig hebt. Je hebt er 24 strength voor nodig en 10 dexterity. Nou, dit is dus echt een typische strength wapen. En daarom zei ik ook al, soms heb je dexterity een beetje nodig. Dus, en het is trouwens ook, ik weet niet hoe ver, volgens mij als jij 3/4 van het minimale strength level hebt, kun jij duo ja, met twee handen vasthouden. Hij geeft dan niet zijn maximale damage, maar je kunt er dan wel gewoon goed mee vechten, zeg maar. Hij is ook heel zwaar, hij is ongeveer 10 kilo. Ja, ik weet niet in welk gewicht eenheidje in dit spel werken, maar ja, ik zeg gewoon 10 kilo. Sommigen zeggen 10 pond, 10... Ja, je snapt wat ik bedoel. Nou, even kijken of dat ik kan levelen, want... Oh. Dat is wel echt een ding dat ik heel vaak vergeet. Want bij Dark Souls 1 heb jij... Nee, Dark Souls 2, sorry. Die ga ik misschien hierna doen. Heb jij bij de bovenste heb jij travel. En daarom klik ik heel vaak 2 keer. Eigenlijk gewoon puur vanwege gewenning. Oké, nou. Ik heb net mijn dexterity naar 10 gebracht. Dus ik zou hem nou moeten kunnen dragen. Ja, hij zegt inderdaad... Ik hem eigenlijk niet zou kunnen dragen. Maar volgens mij zou dat toch wel moeten. Oh. Nog steeds niet. Nou, je ziet al sowieso dat het echt een huge wapen is. Dat hij eigenlijk niet is bedoeld voor dit gedeelte van het spel. Maar omdat ik hem nou toch nog niet kan gebruiken. Doe hem even weg en pakken we de Battle Axe. Kijk, kan ik nog snel rollen? Ja. Nou, dan gaan we vanaf de bonfire... Daar gingen we net heen voor de zwaaihander. Dan gaan we nou hier naar beneden toe. Ik zou proberen of dat ik de hele run kan doen. Kan zijn dat ik het niet red. En anders dan doe... Als ik het niet red, dan doe ik het gewoon de volgende aflevering weer opnieuw. Maar wat ik nou allemaal ga doen is puur ter voorbereiding dat ik dadelijk de hele run kan doen. En dat het gewoon, vind ik zelf, een stuk makkelijker wordt... Voor de rest van het spel. Omdat, ja, niet voor de rest van het spel, maar gewoon dat je al een hele grote bonus hebt ten opzichte van hoe je eigenlijk zou beginnen. Nou. Je gaat dus hier via de lift omlaag. Zo. In principe is dit de enige uitgang die je hebt. Dus je loopt gewoon hier naartoe. Dan ga je links. Even kijken. Je hoeft niet bang te zijn voor die undeads, want die doen jou hier toch niks. Dus die, ja, je kunt ze farmen, maar ze geven niet veel souls. Ze geven echt maar 20 souls per keer. Trouwens, hier ligt ook nog een item. Die gaan we heel even oppakken. Zo. Nou, dat is een airstock. Misschien wel interessant om eventjes te bespreken. De airstock is echt een typisch dex weapon. Zoals je kan zien bij Rek Param in de middelste kolom. Je hebt hier 10 strength voor nodig en 12 dexterity.
Het is heel vaak zo van als de dexterity hoger is dan de strength, dan mag je er eigenlijk altijd al van uitgaan dat het gewoon een dexterity wapen is. Als jij links kijkt, zie jij Parambonus. Dan zie je bij het strength logotje, die staat helemaal links, zie jij een D. En bij dexterity logotje zie jij een C. Dit houdt in van dat jij op het moment dat jij de minimale levels hebt en jij gaat daar boven, dat jij zoveel levels nog mee zult gaan levelen. Ja, dat jouw damage meer wordt, zeg maar. Zonder dat je er ook maar iets voor hoeft te doen. Ja, eigenlijk alleen maar te levelen. Ja, hier hebben we ook een item liggen. Transient Curse, daarmee kun jij geesten aanvallen. Want als jij nou geesten probeert aan te vallen, dan zal dat geen effect hebben. Is eigenlijk een endgame item. Want waar we nou naartoe gaan is eigenlijk ook een endgame area. Maar ik ga hier naartoe omdat... Kun je dat vanaf hier zien? Nee, net niet. Want wij gaan nou een item halen. Ik hoop dat het mij in één keer lukt, want ik heb het al een tijdje niet meer gedaan. Ik moet me heel even concentreren hoor, want anders weet ik niet hoe dat me lukt. Ah, fuck. Kijk, dat item wil ik hebben. Ja, die ga ik niet overleven, ben ik bang. Oh, nee. Nou, in principe maakt het niet echt zo heel veel uit dat ik nou hier dood ga. Want ja, op zich zo heel veel souls heb ik niet. En die souls heb ik zo terug als ik wil. Oh, foutje. Nou, we hebben nou net een item gepakt. De Firekeeper Soul. Is eigenlijk... nou nog een vrij nutteloos item. Omdat jij toch wel... ja... nutteloos niet, maar met die Firekeeper Soul kun jij zeg maar je SS Flask upgraden. Dat zodra je dadelijk meer levens hebt, heb jij krijg jij meer levens uit één SS Flask use. Kijk, nu heb ik SS Flask plus 1. Dus nou is hij eigenlijk, ja, moet zo te zeggen, hij begint op level 0 en nou is je SS Flask level 1, zeg maar. Nou, even hier rusten. Dan gaan we nou weer terug naar diezelfde plek als waar we net waren. Oh, ik ben een beetje verkouden, jongens. Alleen in plaats van dat we weer naar die spoken gaan, gaan we dit keer een andere kant op. Want zoals jullie in de vorige afleveringen hebben kunnen zien... God, het is warm hier. Zoals jullie in de vorige aflevering hebben kunnen zien, heb ik... Master Key gekozen als starting item. Die heb ik gekozen zodat ik dadelijk een deur kan openen die je normaal gesproken anders niet zou kunnen openen. Nou, je gaat dus gewoon weer met die lift weer naar beneden toe. En in plaats van dat je nou die kant op gaat, gaan we deze keer die kant op. Ik zie hier gelijk een trapje. Ga je omhoog. Nou, deze maak je open. Ik pak hier gewoon gelijk even die item die hier ligt. Dit is eigenlijk een beetje meer... Ja, hoe zou je het noemen? Ja, begin mid-game gebied. Hier kom je eigenlijk nog niet. Of ja, hier hoor je eigenlijk nog niet te kunnen komen, maar... Ja, omdat wij de Master Key hebben, kunnen wij er toch komen. Hier heb jij een draak. Let op, want als jij er te lang blijft staan, wordt hij wakker. Pak alleen de items die achter zijn hoofd liggen. Want die bij zijn mond liggen, als je daar die items pakt, wordt hij wakker en dan gaat hij proberen aan te vallen.
Eén voordeel, hij blijft alleen maar daar hangen. Dus stel dat jij hier naartoe loopt, sta je gewoon veilig. Nou, daar heb je ook nog draken. Wat wij gaan doen, is eigenlijk gewoon langs die draken lopen. En dan daar naartoe lopen. Daar gaan we nog niet naartoe, omdat, ja, dat vind ik zelf niet nodig. Daar ligt trouwens het armor, dat ik nou eigenlijk ook aan heb. Dus ja, heb ik zoiets van, daarvoor hoef ik het niet te doen. Als ik hem toch al heb. Ja, hopelijk gaat het lukken. Nee, ik ben dus dood. Nou, weet je wat? Dan heb ik zoiets van, laat maar. Dan ga ik nou gewoon naar de eerstvolgende bonfire volgens het verhaal. Loop ik gewoon even hier naartoe. Even kijken, kan ik snel rollen? Ja. Dan loop ik gewoon even hier naartoe. Dus vanaf de bonfire gaan we in plaats van de trap omlaag, gaan we hem nou omhoog. Probeer je tegenstanders zoveel mogelijk één voor één te lokken. Dan maakt het gewoon een stuk makkelijker voor jezelf. En probeer ook je schild niet te veel omhoog te houden, want anders dan. Ja, anders dan gaat die stamina zo te veel op. En dat willen we eigenlijk zien te voorkomen. Zo. Nou. Ik vind het zelf op zich niet zo heel moeilijk, maar ja, eerlijk is eerlijk. Ik speel het spel ook. Ik heb het spel al langer gespeeld, dus ik weet eigenlijk alles wel waar een beetje is. Nou. Pas op voor ratten, want die kunnen giftig zijn. Dus ja, eigenlijk als je daar binnen loopt, gewoon meteen even op die rat slaan. Zodat hij jou niet kan vergiftigen. Lopen hier naar buiten. Aan de andere kant zit niks. Kijk maar. En deze deur, die krijgen we vanaf hier nog niet open. Nou, dan komen we hier weer. Bij de Undead Burg, volgens mij. Nou, zoals ik zei, pak gewoon diezelfde tactiek als waar ik het net over had. Gewoon één voor één proberen. Want anders dan wordt het heel moeilijk. Wat ook misschien een goede tip is, is van probeer achter je tegenstander te komen. Laat je schild zakken dan. En probeer een backstep te maken. Als jij een backstep maakt, dan doe jij gewoon heel veel damage op jouw tegenstander. Dus dat is altijd wel handig om in je hoofd te houden. Nou, voor die draak hoef je nou nog niet bang te zijn. Die komt alleen maar hier langs vliegen. Die komen later in het spel wel weer tegen, maar daar hoef je nou nog niet bang voor te zijn. Nou, dan zijn we hier. Dit kan een wat pittig stukje zijn. En ik zeg kan. Maar het wordt uiteindelijk alleen maar moeilijk hoor, het spel. Dus ben maar niet bang. Nou, daar komt er ook eentje aanlopen. Zo. De reden waarom ik nou een beetje de hele tijd op en neer loop, is vanwege die gast met die pijlenboog daarboven. Want die is best wel heel irritant. Auw. Nou, dan is hij uitgeschakeld.
En hoe gaan we er voor vandaag weer een einde aan maken? Want we hebben de bonfire bereikt. Dan ga ik dadelijk laten zien, of ja, bij de volgende aflevering, wat we nog meer kunnen doen. Ja, wat we nou dus hebben gedaan is dus, we hebben wat levels getraind. Je weet dus nou waar je de zwaaihander kunt halen. Ik vind de zwaaihander persoonlijk toch wel een van de betere wapens uit het spel. Er zijn wel betere wapens. En natuurlijk, Dark Souls is een spel, je moet zelf weten wat je fijn vindt. Dit is totaal mijn manier van spelen. Dus het kan zijn dat jij zegt van, nee, ik vind het helemaal niet fijn. Doe je ding, weet je. Ja, dit is mijn manier van spelen, ik vind het op deze manier fijn. Het is niet dat iemand in de reactie heeft achtergelaten van, Wesley doet zo of doet zo. Nee, ik wil gewoon even duidelijk maken voordat mensen gaan reageren. Ja, dat dit gewoon mijn stijl van spelen is. En daarmee ga ik het spel afsluiten. Ja, deze aflevering afsluiten. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe alvast een groen duimpje omhoog. Laat een reactie achter onder in de reacties. En vertel wat jullie ervan vinden. Nou, ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Doei!